Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Quark Mod Showcase. En vandaag is het weer een kleine, net zoals de vorige keer dat wij een paar features hadden. En de vorige keer was er ook een heel nieuw item toegevoegd, namelijk de Flamerang. Heel de asbelij staat in de beschrijving, de Quark Mod Showcase. Asbelij, ja, dat bedoel ik. En dan nog de mod, de site en alles dat soort shit. Dus je kunt alle dingen vinden in de beschrijving. Vandaag hebben we dat om te doen, dus we gaan het door. Ik heb ook een paar bugfixes gepakt die belangrijk waren. De rest heb ik gewoon niet gepakt, want dat vond ik niet belangrijk. Laten we beginnen met eerst de features, of de wat minder leukere features. 861 Buzzer Bees mod Matrix Enchant. Oftewel, je kan nu met Buzzer Bees werken nu om een Matrix Enchant te gebruiken als je Quark Oddities hebt geïnstalleerd. Dat kon ik eruit halen, dat niet eerder kon, geen flauw idee. En voor de rest snap ik ook gewoon geen zak van. Dus dat staat er. Dat is er dus. En Buzzer Bees Recipe Disabled. Dus als jij Buzzer Bee hebt geïnstalleerd, is Stello van Quark nog alleen maar voor het blok. Nu maak jij de candles via Buzzer Bees. Dus dan Quark zegt nee, onze candles zijn niet beschikbaar omdat je Buzzer Bees hebt. Maar wel de Stello-blok. Dus dat kan ik wel, want je maakt de Buzzer Bees candles met wax van honing. En van Quark maak ik die met Tello. Dus Tello is ook wel een item dan. Alleen een minder bruikbaar item. Als je Buzzer Bees hebt geïnstalleerd. Dan. Voor de mensen in Amerika. Hello there. From around the world. Nee, dit is heel slecht. 862 nieuw message screen. Dus in Amerika, als je Quark hebt gedownload, is er even een nieuw message screen. Iets in die richting. Geen idee waarom. Ik denk dat het gaat over Blacklist Like Matter of zoiets in die richting dat het was. Want dat was laatst ook bij een grote update. Of bij een kleinere update. Ik weet niet of dat het daarover gaat. Ik heb oprecht niet echt gezocht van wat de message screen zei. Omdat ik het zelf niet nodig heb. Want ik heb het zelf niet. Dus in ieder geval voor hun wel. Dan een nieuw blok. Shadow Dirt 863. En dit is een blok dat is volgens jou de dirt. Alleen er klopt iets niet. Dirt is groter. Want dit is een grass block. En het mist 2 pixels. En dirt, als je daar tegen kijkt, mist ook, dus dan mist het ook 2 pixels. Het is eigenlijk gewoon een lage dirt. Nee, ik gaf je dat het niet het enige. Je kunt het maken. Nou, of niet maken. Je kunt het ook niet vinden in de crafting menu. Ik heb hier gezocht, ik heb hier gezocht. Staat er niet bij. Middelklik is het enige wat nu werkt. Namelijk, als jij een diamond shovel pakt of andere shovel en jij gaat een padblok maken, dan kun je dat gewoon heel simpel doen. Dat is super leuk. Maar als je dat dan weer klikt, krijg je shallow dirt. En dan heb je dus nog een pixel wat eraf staat of af zit. Semahiro. En dat kun je dan waterlocken. En dan kun je een puddle maken. Zie je? Een paddel. Dat is super vet. Gewoon een plas kun je dan maken. Dat is heel cool voor paden maken in een bos of zo. Dus dat is een nieuwe feature. En ik vind het wel komisch dat het kan. En het is gewoon een heel klein watertje. Dus je ziet, ik kan er ook soort van in zwemmen. Tenminste, ik ga er ook langzaam in. Dus het is wel echt water. Niet zoals dat het bij een cauldron is, dat het wel water in zit, maar dat het niet mee kan interacten. Ik zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Is een cauldron die heeft wel water, maar als je erin gaat zitten, zie je, er is geen. Je kan gewoon even snel lopen, zie je, ook al is het blokje kleiner. Er is geen interactie met water en hier wel. Dus dat is eventjes wat ik wilde zeggen. En als je dit volgens mij doodslaat, dan krijg je het water ook. Dus je waterlockt het echt gewoon compleet. Dan hadden we trouwens een water bucket nog nodig, want er is iets heel grappigs toegevoegd. En hiervoor moet ik ook even een survival. Het is peaceful. Dank je. Infinity Add-on 864. Moet ik nog meer zeggen? Een infinite bucket. Dit is zo dom. Ja. Het kan. Q, dat wilde ik klikken.
Sinds wanneer dat we het echt willen hebben, geen idee. Maar je kunt de bucket nu... Dit is zo dom. Dan, als allerlaatste 865, Quark Ladder Compatibility. Dat was blijkbaar een lange bug, dat als je van een Quark Ladder naar een trapdoor ging, dat Quark zeg maar niet kon zien, tenminste dan kon je niet verder, dan bleef je beter zo hier hangen. Net zoals je bij een Vine doet ofzo. Maar nou werken de trapdoors wel lekker mee met de Quark Ladders. Dus een normale ladder van Minecraft, dat werkte toen wel, alleen al deze niet. Dus ook dus met de nieuwe 1x16 ladders werkt het ook. En zelfs de Iron Ladder, tenminste dat hoort te werken. Zie je, het werkt. Dus het werkte blijkbaar eerst niet, nooit opgemerkt omdat ik het eigenlijk nooit gebruikte. Zover kwam ik nooit, dat ik dat echt nodig had in of zo, in een wereldje of zo. Dus dat is allemaal nieuw of gefixt in deze Quark Mod Showcase. Een nieuw blokje. Ik zal even snel een recap doen van de vorige keer. Dat blokje is een nieuw Shallow Dirt. We hebben een nieuw Quark of Biotite Bricks, Blue Nether Bricks, Terracotta Shingles, Blackstone Vertical Slabs, Warped en Crimson, nieuwe planken editions, oftewel chests, vertical slabs, bookshelves en ladders. Dat waren alle dingen tot nu toe van de 1.16 update. We zitten helaas nog wel in 1.16.1, dus geen nieuwe 1.16.3 of zo. Als dat zodra er is, zet ik het wel in de beschrijving. Ik ben bezig met de world type en we proberen te showcase. Alleen alle mods of alle dingen staan niet bij Biome Finder of Biome. Was nou leuk, okay, Biome. Tenminste, zie je, als ik Quark al intyp, dan krijg je niks. Als ik bijvoorbeeld pak een Quark biome zoals Crystal Caves, krijg ik die niet. Wat dan wel weer werkt, is de Quark Big Dungeon. Maar ja, ik kan niet de biome laten zien, moet ik gewoon rond de wereld vliegen. En daar heb ik niet zo'n zin in. Dus ik probeer te wachten totdat dat gefixt is. En als het niet gefixt is, dan probeer ik het hopelijk ooit dat die showcase nog te doen. Maar voorlopig laat ik die even achterwege, want het is echt kut om dat zo te gaan doen. Ik heb het laatst gedaan. Of een paar weken geleden en dan was ik gewoon echt een uur bezig en ik was nog niet eens op de helft. Dus het duurt te lang om dat te maken. Misschien als iemand een idee heeft, laat het gewoon weten. Als je het echt weet hoe het makkelijker kan. Ik heb geen idee hoe, maar in ieder geval. Dit was de Quark Mod Showcase. Trouwens ook bedankt voor de mega aantal views op de Quark Mod 1.16 update. Die gaat richting een K. Ik geloof ook dat hij de K weer gaat verhaalt. Als je niet gekeken hebt... Kijk het me even, ik wil eventjes de KW ingaven aan de allereerste op mijn kanaal. Dat zou heel vet zijn. En hij houdt ook wel een leuke likes gehaald, dus dat is ook wel grappig. Dus hij heeft de best bekeken video ingehaald al 3 of 4 weken, of misschien al een maand geleden. Volgens mij was dat de video, de tweede snapshot van 1.16. En ja, je kunt de dingen allemaal vinden aan het einde. Want als het goed is, komt nu alles in beeld. Ongeveer wat je kunt zien. Dus je kunt abonneren, je kunt op een nieuwe video klikken. In ieder geval, dit was het dan. Tot de volgende keer. Later, you. The you.